wintermaanden staan weer voor de deur, dus het is tijd om weer op te warmen. Maar met het open haardje aan en warme chocolademelk, dan komen we die dagen wel door. Dag Wendy. Hi Stefan. Wat een warme ontvangst bij jullie. Ja. Heerlijk dit, echt. Ik vind het ook altijd gezellig, het eerste moment dat die open haard weer aangaat in de winter. Maar naast gezellig is het ook functioneel, toch? Inderdaad. Ja, want jullie zijn gespecialiseerd in groene energie. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, er zijn verschillende principes. Waar je nu op zit, dat is een grondoven, komt uit Oostenrijk. En hoe werkt dat dan? In de kachel maak je een hele hoge temperatuur, tussen de 600 en 900 graden. Al die rookgassen gaan door een labyrint. Alle energie wordt opgeslagen in een 1800 tot 2000 kilo stenen. En die gaan we heel langzaam afgeven aan de woning. Dus je kunt energie besparen? Ja, de grondoven die blijft tussen de 12 en de 18 uur blijft die wel warm. Nee, dat klinkt interessant. Ja. En maken jullie die haren dan zelf? Wij maken alles zelf. Elke vorm of materiaalsoort, op of om. En welke keuzes kun je daarin maken? We hebben ook nog gecombineerd met cv. En hoe werkt dat in de praktijk? Nou, daar kunnen we beter zo meteen even gaan kijken. Ja? Kan dat? Ja, zeker. Ja, heel graag zelfs. Ik drink even de chocomel op. Even van het moment genieten nog. Oh, dat ziet er gezellig uit, dames. Leuk dit. Maar wat is hier geplaatst? Hier hebben we een houtkachel op cv geplaatst. Gecombineerd met een grondovensysteem. Alle warmte die de kachel maakt, die energie, die stoppen we in een buffervat van 1000 liter. Nou, zomers heb je geen zin om de houtkachel te stoken. Maar de zonnecollectoren die nemen het van het voorjaar tot het najaar, nemen ze dat over. Oké, en wat voor resultaat heeft dat uiteindelijk in de woning? Nou, we hebben overal hebben energie nodig. Op de slaapkamers de radiatoren, we hebben de vloerverwarming in de woonkamer, het bad, douche. Nou, je kunt wel 3, 4, 5 keer achter elkaar in bad gaan. Het water gaat toch eigenlijk niet op. En kun je dan ook nog geld besparen? Want dat is ook belangrijk. Tuurlijk, want er is hier helemaal geen gasmeter. Helemaal niet? Helemaal geen gasmeter. En wat is dan de terugverdiend tijd? Waar kan ik aan denken? Nou, een jaar of 7. Dat is best wel snel. Dat is snel, ja. Ja, ik vind het heel mooi, maar in alle eerlijkheid, dit gaat niet bij mij thuis passen. Het is veel te groot. Nou, voor elke woning hebben we wel een pasklare oplossing. We hebben hele kleine cv-haarden, we hebben grote cv-haarden, we hebben kleine grondovensystemen, we hebben hele grote. Dus de gezelligheid van een open haard, maar dan wel energie besparen. Inderdaad. Nou, dat klinkt goed. Ik heb wel zin gekregen in die winter eigenlijk. Nou, zien jullie chocolade maken? Ja! Ja, dat lusten we wel. Dan blijf ik nog even. Vinden jullie dat goed? Gezellig, hè, zo.